Latoya Williams van de Europese Unie heeft als onderdeel van SAMAP op 17 februari een moderne tractor overhandigd aan de coöperatieve vereniging Samakawosu UA in het boven Suriname gebied van Suriname. Dit project heeft meer dan 13.000 landbouwapparatuur, machines en diensten geleverd met een totale investering van meer dan 2,3 miljoen Amerikaanse dollar ter ondersteuning van meer dan 230 kleine en grote projecten in alle 10 districten van het land. SAMAP, gefinancierd door de EU en geïmplementeerd door de FAO, streeft naar duurzame landbouwontwikkeling en verbetert de marktoegang voor diverse gewassen en niet-houtbosproducten. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, bereidt zich voor op de 9e volks- en woningtelling in Suriname, gepland voor het derde kwartaal van 2024. Momenteel worden alle gebouwen in Suriname, behalve die in het binnenland, digitaal geregistreerd via veldwerk, uitgevoerd door teams van ABS-medewerkers. Deze registratie is ter voorbereiding op de telling en heeft tot doel de werklast ervan te bepalen. Veldwerkers zijn herkenbaar aan t-shirts en badges met het ABS-logo. Stichting Help Safe Animals in Suriname, SHSAS, die vandaag haar eenjarig bestaan viert, heeft sinds het openen van haar deuren in 2023 vele dieren een nieuw thuis gegeven. Momenteel huisvest de stichting 39 honden en 31 katten, maar er is behoefte aan meer ruimte. Het komend jaar staat in het teken van uitbreiding, inclusief een grotere quarantaineafdeling, drainage voor de speelweides en een ruimer verblijf voor katten. De stichting is afhankelijk van donaties en zoekt naar meer regelmatige steun om hun plannen te realiseren.